De tijdelijke zaakgelastigde van de Republiek Korea, Seung Shul-yu, heeft tijdens een beleefdheidsonderzoek aan minister Reshma Kuldip Singh van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn interesse voor de bauxietsector bekendgemaakt. Hij wil samen met de minister kijken hoe de twee landen op dat gebied kunnen samenwerken. De minister ziet de interesse van buitenlandse investeerders als een goed teken voor de ontwikkeling van ons land, met name op het gebied van werkgelegenheid. Volgens de bewindsvrouw is Suriname in een crisis en biedt dit beleefdheidsonderzoek een goede kans voor Suriname om van Korea te leren. De bewindsvrouw heeft ook ontwikkelingen in de toerismesector en vaktrainingen in specifieke sectoren besproken met de Koreaanse zaakgelastigden.